Zee de kat niet ooit een boel, maar steek toe aan de nooit toe mouw. Als je lekker niks wilt doen, zal het toe achteraf berouwen. Zee de kat niet ooit een boel, en loopt heel de wereld niet in plan. Pak de stuurboord van zijn norris als het kan, of er komt nooit iets van. Meneer, ik ben maatschappelijke assistente. Mijn opdracht is u enkele vragen te stellen aangaande de samenstelling en de beroepsbezigheden van uw gezin. Mag ik alstublieft uw naam weten? God. Meneer, u hoeft er niet voor te vloeken. Lol. Laat mij ooit spreken, hè, madame. Mijn naam is Godfried Botermelk. Godfried Botermelk. Geboren? Ja. Waar? Wanneer? Aan Antwerpen. Op een vrijdagavond. Mijn zuster was zuster roodzware kon mokken. Mijn vader zat in het voetbad. Want die had nogal veel last van niks drogen. En mijn moeder was niet thuis. Waar was die dan? In moederhuis, mijn ma. Datum van geboorte, alstublieft. De 31ste februari 1930. Ja, zie. Dat jaar was zo geschrikkeld dat ze nog een paar dagen bijgedaan hebben. Beroep. Walvisveerder. Walvisveerder. Maar dan treffen toch dat je thuis vindt. Wil je toch meestal op zee zijn, nietwaar? Nee. Ik zit meer aan het aantal beerkanaal. Van de Willebroekse voor. Maar daar vinden toch geen walvissen? Het is er mij. Dat moet toch eens blijven. Luister, meneer Boterbloem. Godfried Botermelk. Botermelk. Zit u getrouwd? Ja. Met wie? Met mevrouw. Er een naam. Katharina. Pieters. Katharina Pieters. En werkt uw vrouw? Ja, ze is beroepsgetogen. Wat is dat? Als er op statoos van een toep of een avondelijk geen getogen is, dan komen ze mijn vrouw altijd roepen. Goed, meneer Boterpot. Godfried Botermelk. Excuseer, meneer Botermelk. Heb u kinderen? Ja, de draai. Zo, en wie zijn dat? Dat is onze kloveren Frans, Rote Leo en Harte Marie. Heeft dat niet met kortspel te maken? Wel ja, madame. Vroeger, voordat ik met ons Katharina naar het bed ging, dan speelden we altijd de eerste papartijke kort. En de draak hier en hij zou gewonnen. En dan mocht ze kiezen wat ze keren had. Dat zie je goed, meneer Boterkoek. Godfried Botermelk. Botermelk.
Zijn er nog personen die deel uitmaken van uw gezin? Ja, mijn schoonmoeder. Ah, en Bouter, dat goed tussen alle getwee. Meneer Bouter... Godverbouter melk. Madame. Ja, dat Bouter deel goed. Ik heb ze verlei wijk voor haar verjaardag nog een oude machine gekocht. Nou, dat is een stiekje. Ja. En die huisdieren? Ja, een schildpad. Een schildpad? Ja. Wel, mijn vrouw die... Die heeft geen schildpad zo. En zondags legt ze die dan op een paar uren in de soep. Luister eens hier, meneer Boutermart. Boutermelk. Boutermelk. Wel, ik moet u bedanken voor de correcte manier waarop u al mijn vragen hebt willen beantwoorden. Dank u wel. Dat is niks, madame. Ik heb u maar eens willen aantonen dat al die Vlaamse spreekwoorden altijd geen evangelie zijn. En om welk spreekwoord heb u dan gedacht? Wel, dat die een zotte niet meer kan vragen als dat die een slimme kan antwoorden. Zit niet te treuren bij een lege Romerwaan. Naar regen komt zonneschijn. Stond niet te vloeken om een weg te rijden draai. Naar regen komt zonneschijn. Zijn bij een tegenslag niet dadelijk van streek. De slechte dag is daarom nog geen slechte week. Mag toch geen zorgen om een beetje liefde pijn. Na regen komt zonneschijn. De volgende. Dag meneer. Dag meneer dokter. Wat maakt jij de meneer? Een goeie dokter, hè, meneer dokter. Oh. En daarom zijn ze naar mij gekomen? Ja, om eens te proberen, hè, meneer. Om eens te proberen? Maar afijn, meneer, als u bij mij hier visite toe, dan zit al half genezen. Dat hebben die andere dokters ook gezegd, ik ben nog altijd niet gerepareerd. Andere dokters? Is er nog bij andere dokters? Bij 24 andere, meneer dokter. Bij 24 andere doden dat toch niet, hè, meneer, om uiteindelijk bij mij te gaan. Dat is nou toch de mouden, hè, meneer dokter, dat scheet mijn keer. Wij. Alle wijken van een andere, om de zekerkast betaalt toch alles terug. Ja. Wel, meneer, als je dan bij zoveel dokters zit geweest, dan heb je misschien wel platen bij. Platen? Ja. Oh, misschien niet, dat ga je een pikje botsen, ja, meneer. Meneer, mag ik eens vragen, waar heb je pijn? Nee, verrest niet. Oh. Nergens niet. Dan zal het niet erg zijn, meneer. Oh, dat vindt meneer dokter niet erg dat ik al 3 maanden lang s'nachts genoeg kan dichtdoen. Allee, kleden wie zo. Ja. Dat bleef. Uitkleden. Alles wat je wilde, meneer dokter, maar mijn eigen uitkleden doet niet zo. Maar afijn, meneer, je doet dat misschien een complex? Nee, maar ik heb in Schiel een bungalow. Maar ik moet het toch kunnen onderzoeken, hè, meneer? Meneer dokter, neem ik mijn eigen al 3 maanden s'avonds in mijn slaapkamer voor niks wat je kleed. En aan de middelen van de dag nog is dat god toch niet. Nee. Mag ik dan misschien een paar vragen stellen? Oh. Dat is in orde, dank je wel. Meneer, doet u geestelijk in haar bed? Ik niet, maar ik heb een onkel en dat is een pastoor. Ik bedoel natuurlijk, zit u bediende of werkman? Oh. Werkman. Werkman, dus handenarbeid. Oh, meneer dokter, dat is bij mij eigenlijk meer voetenarbeid. Voetenarbeid? Welke stil doet het dan? Commissionair. Boodschapper, bode dus. Bode. En die een
Die bode, is dat nogal een vermoeiend werk, meneer? Nee, ik waren van de gemeente. Dan zou die slaaploosheid wel kunnen te wachten zijn aan over uitgerust dat. Dat kan zijn. Doet u ons sport, meneer? Jawel. Welk? Voetbal. Oh, dat is zo kloppen met die raketten met jaren gespeeld in deze universiteit. Voetbal. Kloppen zo. Dat is niet kloppen. Nee? Schotten. Stampen tegen de bal. En tegen de schijnen van die andere spelers. Oh ja. Ja, ik was even gezegd. Meneer, ik heb horen zeggen dat het tegenwoordig zo moeilijk is om golen aan te tekenen. Oh, dat vind ik niet, zo'n meneer dokter. Nee? Speel ik bij ons in Aanswerpen op het keel in een beerscheut. Ja. Ze zeggen het allemaal in ons club, hè, meneer dokter. De Gust, dat zeg ik zeggen. Jawel. Dat is de enige Vlaming die tussen allemaal die vreemdelingen alles aan door de golen kan ontkiekeren. Op het bord. Oh. Enfin, meneer, luister eens. Ik zal voor die slaaploosheid zal ik een paar straffe poeiers vuist graven. Wereldpoeiers? Oh, wereldpoeiers. Dat hebben die andere dokters ook allemaal vuur geschreven. En zonder resultaat? Ja, en nee. Oh ja, en nee. Hè? Krijg wel volksnummer altijd in een dag op mijn werk. Ja, dat is lastig. Dat is bijzonder lastig. Vooral als je snurkt en houden we een bos wakker, hè? Ja, dat is moeilijk. Luistert, meneer, dan zullen we maar nog elk middeltje overstappen. Dat is, je gaat dus vanavond naar de bed en je begint te tellen. 1, 2, 3, 4, dokter. 4. Meneer dokter, dan moet ik feitelijk tellen, alsjeblieft. Oh, dat speelt geen rol, meneer. Bijvoorbeeld schapen of gaten. Ja, maar dat is bij ons thuis een slopkamer, geen stal, zeg. Ja. Dat weet ik wel, meneer. Maar de bedoeling is dat uw geest, zich bezighoudt met het tellen om al zo in slaap te vallen. Oh, nee. Vergeet het, meneer dokter, dat heb ik al eens geprobeerd. En? Ik heb eens op een nacht, hè, meneer dokter, 999.999 koeien geteld. En dan? Op die moment kleep er een steep tussen en ik was met een tel kwaad. Ja, dan moeten we toch een ander idee. Oh, nu heb ik een goed gedacht. Stoel van mij dat ik er niet in erom gedacht heb. Hè? Ja, slim zeg jij er niet, hoor. Ja, luistert, meneer. Je gaat vanavond naar uw bed en je neemt een televisie mee. Oh, waar moet mijn vrouw dan liggen? Uw vrouw, die zit op het nachttoffertje even in het bed, hè, meneer? Dat zal niet gewoon niet weg. Nee, pardon. Een televisie zit dan even in uw bed, natuurlijk. Oh, en dan? En dan? Daar zit dat toestel aan. Van mijn vrouw? Nee, van de televisie. Ja, en dan? Dan komt er klank uit. En dan? En dan? Dan kraait de belt. En dan, dan. Meneer, met de programma's hebben we de laatste 3 maanden in Brussel krijgen. Hè. Je mag gerust zijn. Binnen de 10 minuten slapen ze. Allee, meneer, dat is dan in orde. En laat de volgende maar binnen, meneer. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Ik kan bij u niks vinden. Ik denk dat het een drank is. Hè. Ja. Wil ik morgen dan eens terugkomen en genuchter zijn? Ja. Oh. Werken is zalig, zei het begentje, maar ze deed het zelf niet. Lachen is heerlijk, zei Marjolentje, maar ze snikte van verdriet. Stilte is goud, werd zij Boudewijntje, maar hij zong een lied met Piet. Werken is zalig, zei het begentje, maar ze deed het zelf niet. Zo verdiept in hoe gaat het tot er iets bijzonders in? Nou, ik zing wel eens even naar de voetbal uitslagen. Oh. En wel wil dan geloven hè, dat ik spijt heb, dat ik er niks van ken. Anders zou ik zondag ook al eens mee naar de voetbal gaan. Hè. Zo ingewikkeld is dat nou toch niet, hè? Nee? Maar lang niet. Oh. Nou, als ik dat even uitleg, dan zit je direct mee weg. Ja? Oh. Allee, luister, zo'n een terrein, hè? Ja. Dat is altijd rechthoekig. Ach, juist, ja.
En dan noemen ze dus het voetbalveld. Ja. Zo. En er zijn dan lanen op. Lanen? Ja, lanen. En die lanen, daar spelen ze tussen, hè? Ah. Ja. Lanen. Wat lanen? Allee, nou voor eens te vragen. Wat groeit er... In mannen of? Ah, johan. Wat groeit er op een voetbalveld? Voetballen, zeg ik. Gras. Oh, gras. Ja, gras, hè. Dan moeten ze dat nog even doen. Dat is dat dan, hè? Ja. En ze dus, er groeit gras op dat voetbalveld. Ja. En daar tekenen ze dan, er zijn dan lanen op, hè? Ja, ja, die lanen. Ja, die lanen, hè. Die lanen, die balanen. Geen balanen? Ja, maar... Kraatlanen. Ook wist ik nog niet eens dat die voetballers in kraat stonden. Ja, maar die stonden in kraat. Maar zeker? Die balanen niet, door spelen de spelers tussen die lanen. Ah, ja, ja. En dan in het midden hebben de center. Ook er liggen center. Ja, maar mijn armen zijn nog belangen niet. De center. Geen center. Le centre. Oh, het is naar je kinderen wat dat er in de midden ligt. Ja. En dan hebben de halfbacklijn. Ja. Je hebt de backline. Mm-hmm. En dan heb je de goal. Je weet ja. Dat de goal is, hè? Ja, ja, die ken ik, maar die mens is dood, hè? Maar als die nog leefde, dan was die generaal van Frankrijk. Nee, ja, wat heeft nou de goal met Frankrijk te maken? Luister, de goal, dat is het doel. Ah, maar dat weet ik. Daar ben ik eens geweest. Hoe geweest? Ah, wel, maar een doel, hè. Daar verder met de plezier voet naartoe. Zijn we nou bezig over de voetbal of zijn we bezig over de plezierraas? Ja, 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 maar met dat gader van een doel begint, ik denk er voor de krabben vangen en zo. Ga lang niet, ga wel om de gader, jongen. En dan heb je dus de weet je wat dat een hoekschop is? Een wat? Een hoekschop. Een koolschop, die ken ik, maar een hoekschop, die ken ik niet. Nee, ja, een hoekschop, dat is een schop en die wordt gegeven van de hoek van het voetbalveld. Ah, dan is het beste dat je er nooit niet gaat staan. Waarom niet? Dan kun je stampen krijgen. Waarom niet? Allee, naar zo'n hoekschop. Ja. Weet je hoe dat ze dat noemen in de voetbaltaal? Zijn, dat ken ik veel talen. Hè. Je kent een beetje Frans, ik ken een beetje Duits, ik ken een beetje Engels, ik ken een beetje ABN, maar voetbaltaal ken ik niet. Nou, maar nee, het gaat hem niet over talen, de voetbaltaal. Bijvoorbeeld, dus een hoekschop, hè, ja. Dat noemen ze een kor. Zeg het maar. Nee, zegt ga je, ga me dat zeggen? Oh, ik moet het zeggen. Ja, een kor. Een kor. Nee, ja. Een corner. Ah, oh, een corner. Ja. Oh, is dat familie van een kozie corner? Ah, ja. Zeg, kom, ze weten wat je doet, hè? Wat, hè? Ga gaan naar de cinema en loop maar naar de voetbal, hè? Ja. Dat doen we gelijk als we vroeger altijd gedaan hebben en dan hebben we geen beste nodig. Ja, ja, dat vind ik nog het beste ook. Hè. Ja. Zeg, maar ga die naar zo van alles en van voetbal op door te zetten. Ja. Kinder, ga je het verschil tussen een voetbalspeler en een volksvertegenwoordiger? Tussen een voetbalspeler en een volksvertegenwoordiger? Nee. Hè? Een voetbalspeler, hè, die speelt met zijn eigen voeten. Kom maar. Zet al te proper op goed kleren. De vogel kent me aan zijn veren. Laat doen het zordige niet leren. Beweef doen niet in hippies veren. Zet al te proper op goed kleren. De vogel kent me aan zijn veren. Zo klinkers passen achterover u. Dogo en Zenium. Breng uw ergernis niet mee over de brug. Stap op het goeie nap en doe geen loesje strijken. Lot zou die anders denken rustig van u spreken. Dogo en Zenium. Dogo en Zenium.
Geen een appetijn kleer? Nog een beetje wachten, dan is die nagellak droog. Nog een beetje wachten. Smeert die vulligheid niet aan de nagels. Ik zal zo mijn nek doen. Ja. Er vallen de nagels van Ootsen? Och, wat zuiver is dan. Er vallen de nagels ja, van ja, ja, ja. Je hebt het wel gezien met je woorden, hè? Oh, met mijn nagels. En wel, ja. Je hebt toch moeten Ootschie met dat verven, hè? Waar staat er vallen? Wat is dan een verflauwe zuiver? Hoe weinig mannen zijn er die je nog verven? En zie je dus wat kletskoppen dat er lopen? Ik kan heel niets zeggen, hè? Dat is een constructiefout bij jou. Oh. Over mijn noor zitten er dan maar altijd te zieveren. Hey, en dan is het in die wortels die verrotten en wat weet ik. Oh, ja. Dat is die verf die je in een poortje drinkt. Och. En die wortels die verrotten. Och tja, ja. Ja, dat zeg de gaan. Nee, dat zei de wetenschap. Rappeleerde wie is die madame daar in Amerika? Wat is er van geschreven? We hebben het toch gelezen, hè? Nee, het zal niet waar zijn. Die op zodanig vuil varen van een orgelon en dan roet en dan groen en dan geel en dan blauw. Op den deur als die er een neus snitten, hè? En was er een zakdoek vol met confetti. Oh, een plezant vuiltje dat ik heb. Ja. Maar als er een net blonkje waren vrouwke voorbij komt, dan me roemzien, hè, me roemzien. Weet het nog op de kazerlaan, hij blijft me roemzien, hè? Hij leeft met zijn smikkel tegen een pol. Zeg, wat is dat? Zeg, dan gerie het je over, nee. Als het telefoneer ik dat we niet komen, ze nu nog in het appartement. Mocht er nog wat kwaaier, manneke, ze krimpt er nog meer. En ga je op mij eten om te maken? Ik niet, maar overdag is ik naar de wasserij zijn gegaan, hè. En ik was wondergoed ontwassen, en dan was er een madame en die zei zo, maar madame, zei ze, en er gaan nog zo'n klaar kinderen. Dat vind ik niet voor mij te lachen, zie je? Plezant, hè? Plezant, hè? Dan ben je wel eigenlijk boven. Och ja. En nou, geduld, hè? Dat deed er niet, hè? Als we vrijen, dan hadden we nogal wat meer geduld. Ja, als je nou koeien nog te graag, dat is de blijft, hè? Dat vindt de maar koeien. Ja. Dan was het mijn klaas, schatje, mijn klein engeltje, mijn boterblommetje, mijn madeliefje, mijn klaar die dat balkje. Heb ik zo'n oezel gedaan? Ja. Ja! En dan ging de altijd op een knieën voor mij zitten. En je deed je liefdesverklaring. Het is al goed dat ik door zijn mijn oortjes gingen, hè, met op mijn knieën te zitten. En dan zou de knaven nou wel half zo in achterlappen kunnen laten zitten op mijn knieën. Oh, arme. Dan kunnen ze zo lief zijn als je vraagt. Hoe gaat ze zitten? Dan duwen ze zo het stoelje onder een poepje. En als je nou gaat zitten, dan zou ze maar van onderuit trekken. En als je dan hun nageltjes is vernist en het duurt wel lang, dan zagen ze ze. Goed, dat ga je nagels vernist. Kan ik een heel keukenkast vernissen? Oh, de vernisser. Vroeg hem over listjes van zo'n kader, van de dingen van een schilderij. Een zierzicht was het, voor dat te vernissen. In de helft was hem. En dat was al zierzicht. Maar dat weet je, ik kan niet van de zier. Nee, ga je ook meer van ik spoor, hè? En als ik dan geen pink niet meer mag pakken, dan kan ik me ook gewoon verdoen ook, hè? Och ja, had wat minder in de café gezeten, hè, meneer? Dan hadden we ook zo'n modern appartement kunnen hebben, lekker zo'n vriendje, hè? Modern appartement. Ah, wel ja, een moderne appartement die je verdient, maar hetzelfde gelijk als je verdient, hè. En zie dus wat dat in, hè? Een schoon appartement. Had jij een auto, had jij een nieuw meubel, had jij een tapieplein, had jij een lift. En waar kunnen de voet naar boven? Ja, ja maar waar jij de spreekt met jaren morgens, hè? Oh! En nou? Oh, ga je toch zo geren, zo lachen? En op zijn boterham smeert hem geen boter, want dat is slecht voor doden verkant. Ze kunnen het maar hebben, hè? Ja, ze kunnen het zeker. Ieder regelt zijn leven op samen, hè? Daar zit ik met dat koud. Wat zit er nou kleer? Ja of nee? Ja, meneer, ik moet nog juist mijn oorbellen insteken. Die moet er niet insteken. Waarom moet ik die niet insteken? Als je nog een vriend gaat, dan moet je dat muiden die niet insteken. Maar waarom mag ik nou geen oorbellen insteken? Nee, hè? Waarom niet? Dat mag niet. Mag dat niet, hè? Nee, vriend dat niet geven? Ja, wel. Hem kan dat niet schelen, maar ze er nog eens boos wil dat niet hebben. Maar dan is die er ook geen vitaal? Nee. Ah wel, wat geeft dat dan dat ik oorbellen niet heb? Voor mij moet je eens insteken, maar je zult zingen waar ik niet binnen zijn. Maar waarom niet? Het stond er op die een baan van vuur op een plakotje.
binnen zonder belt. Spreken is zilver, zwaaien is goud. Morgen roddelt tante die zich daaraan houdt. Spreken is zilver, zwaaien is goud. Mortal op de politieker zaai zich koud. Als je maar babbel, babbel, babbelt, loopt het eerst toch wel eens fout. Spreken is zilver, zwaaien is goud. Zeg, Gust, heb je misschien geen gusting voor doorvertalen? Doorvernamen? Ja, zo'n sos. Wel, als je wilt, kun je een paar krijgen. Ik heb er toch te veel. Ja, maar waarom moet ik die doorver bij mijn toos gaan halen? Ja, maar we kunnen die niet op een zolder halen. Nee, dat gewoon niet. Met een oosbos hebben we een zolder verheurd aan een braverij. Aan een bra... Wat gaat die een braver ermee doen? Een beerkelder maken. Zie, sos, maar... Als ik die doven en zie met een kelder aan. Nee, een kelder aan buiten, dat gaat niet. Maar weet je wat je kunt doen met je kelder? Een verheur aan de een of de andere een boer. En dan? Dan kan je er misschien een nooit zolder van maken, hè? Zeg, sos, als ik dan eens een kottieber en ik haal die doven op mijn koor. Dat is een heel goed gedachte. Oh, jongen, pas op, hè. Zitten er geen katten in de gebeuren? Spelen de doven er geen mee? Ja. Oh ja, die spelen er hier. Die katten zullen naar doven gaan binnenspelen, hè. Ja, wat moet ik dan vaak doen? Als je kot bokt, hè, dan moet je dat afsluiten met starkendrood. Met tamboerkenscharen? Nou, lang niet. Met kekendrood. Ja, maar het zijn toch doven dat kan halen, sos? Nou, weet ik wel. Mag dat dan niet afsluiten met drood verdoven? Maar lang niet, dat bestaat niet. Oh, als die doven dan moet niet beginnen te kokelen. Nee. Zie, je hebt er natuurlijk aan gedacht, als je doven houdt, he, dan moeten die kunnen slopen, hè? Ja. Verstaat, hè? Ah, wel, dan moet ik een paar kleine surzekjes en een paar kleine lokerskjes net gaan doen. Ja. Zet die met doven nummers niet nodig. Slopen die dan bloed? Ja, natuurlijk, hè. Wat zou je dan willen? Dat ga je dan s'avonds in vrieging onderdikken. Doven die moeten een nest hebben. Oh, zo, ja. En de voeding? Ja, de voeding. Doof, de voeding. Wat denk je ervan? Ja, voor ze goed te laten vliegen, dan moet staren kon schijnen, hè. S'morgens kom ik een koffer en boter aan een spek en haren, smiddags patatjes, vliers, wat groentes, en s'avonds, jongens. Poling in het groent, zeker. Mogen de doven dat geren? Maar langer niet, hè. Maar een doof die heeft toch geen mensen eten? Nee. Maar langer niet. Een doof die hebben van granen en zouten. Ah, oh, zo, ja. En als je normaal moest lusten, naar juist, ik zou beginnen met maïs. Maïs, ja. Dat is het beste. Oké, zeg jongen. Ja. Als ik dan van een paar doven krijg en koop er nog een paar bij, kan ik misschien doven kweken, hè? Oh, natuurlijk, ja, natuurlijk. Oh ja, maar pas op, Gust. Als je een doof koopt, dan moet je opletten, hè. Goed tellen naar de vleugels, hè. Voor te zingen was er twee, hè. Belang je niet, slimmetje. Goed zingen de... Ooit wat bestond een vleugel? Hoe noemen ze dat? Ooit pluimen, hè, soms? Ja, pluimen. Maar dat zijn een andere naam, hè? Hoe zeggen ze dat? Met wat schrijfde? Met potlood. Belang je niet. Met kraat. Maar nee, hè. Wat steekt in de inkpot? Een inkvis. Ja. Pennen. Och, joh. Pennen, zo noemen ze dat? Ja, nou heb ik het. Nou, oh, kleer. Luister, en had hij doven dat kot en gewoon zijn, ja. En na een tijd, dan moet hij laten buiten vliegen. Zeg, jongen, maar als ik die doven ga laten vliegen, dan zin ik die kwaad. Nee. Zo'n doof, hè, die komt altijd terug naar huis. Ja. Ik kent hij mijn vrouw niet gauw, geloof ik. Zo'n doof, die heeft een instinct. Och, dan mag ze zeker niet binnen. Waarom niet? Als ze stinken. Instinct, dat wil zeggen dat ze onbewust, zonder dat iemand hun dat geleerd of gezegd heeft, altijd terug naar hun nest komen. Ja, dat is allemaal niet ooit, vind je, hè, sas? Ja, dat is mooi. Je zou er nog zeggen dat een papagoos die kan zijn weg vragen, maar een doof. Ja. Nee. Zie, weet je nou nog wat ik heb gezegd over de voeding? Doven uit te geven, hè, sas? Ja, doven uit. Maar wat dan? Hoe noemen ze dan? Dingen, hè, ja. Mazoet. Ga je denken dat zo'n doven mogen uitraken een dieselmotor, zeker? Mazoet. Is dat nou mogelijk? Of is dat nou mogelijk? Zie. Hey.
Nee, nee. Maïs. Maïs. Nou, weet ik wat dat is. Nee, ga weet juist niks van al dat ik heb uitgeleid. En zeg de gaarsos, ja. Heb ik geluisterd naar razen nu? Dat doe ik. Kan het hier allemaal terug vertellen? Nee, vooruit. Zeg het eens. Maakt u zo'n groot kot, hè? Ja. Met kekens aan de draad. Dan jog ik allemaal de katten weg. En dan ga ik naar de koos. Dan leg ik de dorf in de nestingpoling in het groen. En als ze braaf zijn, maken ze boten vliegen. Hebben ze de moed van terug te komen naar mijn vrouw, krijgen ze van mij geen mazoetsen. Geen mazoetsen, want de lucht in Antwerpen stinkt al hard genoeg. Dat is zonder buiten om de galg, al dat ik heb gezegd. En zo'n mannen die lopen los. Vrouw, word je een kwaad, Sos? Zitten mensen niet in hun nek? Redder zeer. Zet het raam maar een schip in mijn spek. Redder zeer. Plotte waren de man niet te snoren. Elke leugenaars bood de bonjour. Als het hier is, zeg nooit of nooit weer. Redder zeer. Heb je maar nou nog een tasje koffie? Ja, manneke, maar luister, ik heb geen melk, hè, want de melkboer is niet geweest. Ja, dan drink ik hem maar zwart. Ja, luister, het is gelijk dat je wilde, hè, jongen. Ja. Allee, laat hem komen, hè. En dan moet ik als ik nou al gezegd dat het niet is melkboer, maar melkman. Wie zei dat? Iedere tolkenner zal dat zeggen. Zeg, heb jij dan in je kinderjaren niet gezongen van... De boeren gingen pataten planten en al de kindertjes planten mee een roefkedij. Dat is ook verkeerd. Het is niet patatenboer of niet patatenman. Het is aardappelhandelaar. Oh. En erbij als kind weet het niet beter, hè? Zeg maar, zijn er dan geen patatenboeren niet meer? Nee, nou niet meer, nee. Nee. Oh. Boer, dat is een woord dat veel te veel in een begeleidigende zin gebracht wordt. Naast zijn dat landbouwers. Oh, zo, dat zijn landbouwers. Ja. Zeg, nou hoor ik ze bij het koortspel al zeggen, lap, ik heb er mijn landbouwer opgeleid. Oh, zie je vooruit. Dat is wat Daander zei. In het koortspel blijft een boer een boer. Maar in het dagelijks leven is een boer een landbouwer. Oh, zo. Zeg maar, wat doen ze dan in Holland? Zijn dat dan keeslandbouwers? Ja, of zijn dat keesboeren? Nee, nee, dat zijn keeshandelaren. Oh, zo. En een tamboer? Is dat dan een tamlandbouwer? Of is dat een tamboer? Mooi, oh, manneke, ga pak voorbeelden die er helemaal niet bij te pas komen, hè. Oh, zeg dan. Zeg maar het woord boerin, bestaat dat ook niet meer? Nee, nee, dat is nou landbouwerin. Alleen! Oh, zie die landbouwerin, ze is mooie. Allee, dat bestaat toch niet, ventje? Allee. Oh, kom ze. Ja, zeg, geef me nou maar al een tasje koffie in plaats van me wat belachelijk te maken, hè? Ik zeg, het moet de spreker in uw mond gaan open, zeg. Merci. Zo, voilà. Ja. Voilà. Amade! Voilà, die koffie is gloeiend heet. Zeg, dat moet er al in hier blazen. Dat hebben we toch kunnen verwittigen, hè? Ja. Weten we dat ik nou jordig vind? En wel, dat je in uw koffie moet blazen voor die koud te krijgen. En in de winter moet je nou aan de blozen voor die warmte krijgen. En dat doet dan maar met jezelf dan blozen, hè? Ja, ja, dat is eigenlijk in orde. Alleen nog iets straffer. Voor een kees te doeven moet er opblozen. En voor een vuur aan te wakkeren moet er inblozen. En dat doet ook met jezelf dan blozen, hè? Ja, ja, dat is straffe koffer, dat hè. Maar alleen, dat zijn van die tegenstrijdigheden in het leven waar dat je niet aan ooit kunt, hè. Ik heb ik wel eens iemand gekend en die wou met jouw geweld tegen zijn goesting trouwen. Voor wat? Voor iets persoonlijke echtscheidingsproces te kunnen meemaken. Zeg,
Dat is gelijk dat manneke die zijn ouders vermoord heeft voor het wezenbal te kunnen gaan. Zeg, scha, wil je dan aan vermaatse beter pataten niet schellen? Ja, ik zal alles doen. Gewoon werken, mijn prei afgeven, pataten schellen. En dan zal ik voor de mensen van hier niffen in een hofmeur nog gaan kalken zeggen. Dat is niet nodig, want hier in een hofmeur stond in Dolenvaren. Oh, hey. En in een kekenkot hebben ze nou weer om lood te liggen, zeg. Leg me nog een tasje koffer. Och, voilà, zit het wel. Ga je het maar te spreken en ik zin er, hè. Ik ben hier bij mannen wat rappen gedaan als bij jou, hè. Zo het, zeg, voilà. Oh, zeg. Och, die spleer. Heb je chance? Bah! Wat? Dat is precies paddenvergif. Maar manneke, dat is omdat dat laatste koemeke van de pot is in ermee, hoor. Het is zeg, kom on. Ja, nou ik mag per tank straffen koffen, maar dat is dan toch dat is een... Oh, luister, als er dan toch in de koffer niet meer is, dan ga ik vuil dat ik gewoon uit en toch eerst nog wat vissen. Ja, ga dan maar eerst zeggen of dat de viswinkel nog open is. Geen insinuoses, hè? Of ze dan vergeten dat ik voor een jaar om de zie nog een garenot gevangen heb van 40 centimeters? Nee, want er zijn zeer nog een komen vrouwen. Ja? Ja, nee. Er is hier een zeer meer min komen bellen, hè. En die heeft gevraagd of dat kare gaardot van een halve meter niet kan zingen. Oh, hey. Dat is ook straffe koffer, dat. Ja, morgen plukt elke dag met een lach en ga lustig aan de slag. Mok toch geen zorgen, denk niet aan morgen. Zit je te broeien op een cent en stort u in het amusement.